Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, Dries weer, Kevin. Een beetje illustratief voor het aflopen van deze wedstrijd ook? Ja, absoluut. Een heel stom einde eigenlijk. Ik denk dat we redelijk stonden te voetballen, een goede organisatie hadden staan. En dan misschien wel of geen overtreding, maar iedereen blijft volgens mij een beetje staan. En dan voorzet en die gozer die tikt hem binnen. Wij moeten altijd een man of the match omroepen. En meestal gaat Evert Nijboer dan doorbellen, zeg maar. Dus wij zaten al een beetje te speculeren van, goh, wie zou het kunnen worden? En wij kwamen eigenlijk wel op jou, zeg maar. En nou doen we alleen de man of the match op het moment dat jullie winnen. Dus dat was even jammer. Maar ik vond je heel goed speelde vandaag. Nou ja, het ging inderdaad wel lekker. Maar volgens mij kan je die goal ook mij aanrekenen. Dus man of the match wil ik mezelf niet noemen. Wat gebeurde met die goal? Want wij dachten eerlijk gezegd ook dat er een overtreding aan vooraf ging. Maar dat bleek toch na het zien van de beelden niet zo te zijn. Maar er gebeurde van alles. Even kijken. Ja, ik dacht ook dat het een overtreding was. En voor mij hoeft niet altijd de bal niet te spelen om een overtreding te maken. Want als jij zo inkomt van achteren, volgens mij met gestrekt been, is dat volgens mij nog steeds een overtreding. Maar goed, iedereen dacht dat volgens mij. En volgens mij stond iedereen een beetje stil, een beetje te kijken. En die voorzet komt en... Poco die komt net met die lange benen komt die voor me en die tikt hem tussen Daan's benen door. Dan haal je een punt. Dat is niet een resultaat waarvan je uiteindelijk denkt... waarvan je van tevoren hoopt dat je dat gaat halen, kan ik me voorstellen. Het is denk ik toch wel een teleurstelling, of niet? Ja, absoluut. En helemaal als je zo, volgens mij 10 minuten voor het einde nog met 1 voor staat, dan moet je die gewoon over de streep heen trekken. En met 1 punt komen we iets dichter bij Vitesse, maar die 3 punten hadden we heel hard nodig gehad. Volgende week AFC uit. Hoeveel vertrouwen geeft het spel van jullie achterin in elk geval naar die wedstrijd? Want dat was natuurlijk, eigenlijk hadden jullie het wel mooi staan. Ja, dat klopt. Maar ik ga er gewoon vanuit dat wij tegen AFC gewoon 3 punten gaan pakken. We gaan gewoon weer hetzelfde doen. We gaan een goaltje maken en daarna gaan we gewoon goed verdedigen. En hopen op die 2-0 en anders trekken we die 1-0 over de streep daar. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.